In de tuin van de Grote Kerk staan we. Sunday in the City. Iedere eerste zondag, koopzondag van de maand, vindt het plaats hier. Marcel Rozenberg, voor degenen die jou niet kennen, buiten hoe je heet uiteraard. Maar wat doe je en wie ben je? Nou, ik ben, hoe noem je dat? Ik ben een fotograaf die in rust is nu. Weet je wel, 65 jaar gepasseerd, dus kalm aan. En we maken volop muziek. Wij spelen in de Mental Firecrackers. Naast me zitten nog twee andere leden, Koos Vosterbos en onze nieuwe aanwinst Bruno van Klaveren, de drummer. Dus dit wordt zijn debuut vandaag. En de zanger is Tom Borstboom, die zit nu binnen te zoeken naar een biertje, denk ik. Want die heeft het behoorlijk warm. Die heeft heel veel dorst. Ja. Maar wat voor muziek spelen jullie? Nou, wij noemen dat een beetje Americana, roots. En dan moet je denken aan Tom Petty, John Hyatt, de Jayhawks, dat soort dingen. Dus lekker laid back, heerlijke muziek. Muziek voor onze leeftijd. Is meer fout, hè? Mike, was een waanzinnig optreden. Wat vind je zelf van vandaag? Nou, we zijn er aan het opwarmen. Het is niet nodig met het weer, maar we hebben één setje gedaan. We gaan straks het tweede setje doen. Dan gaan we nog wat meer liedjes spelen voor jullie. Hoe heet jullie? Wij zijn samen Lost and Found en we worden vandaag ondersteund door Brian Kruid op bas, Mark van der Steen op drums en Günther Weber op sax. En samen zijn we dus Lost and Found en band. Zo creatief is het. Wat is jullie stijl, Mike? Ik denk niet dat in een hokje samen te vatten valt. We spelen covers, Engelstalig. En dat, ik denk dat je wel kan zeggen dat het voornamelijk 60s, 70s georiënteerd is. Met aangevuld vanwege de sax, een beetje ska hier en daar, een beetje reggae. Ja. Ik denk dat ik het zo kort samenvat. Is zeker oké? Okay? Ja, heel goed. Nou. Leuke omgeving, Mike, om te spelen in de tuin? Het is toch hartstikke leuk. Tuurlijk, een beetje druk ook, hè? Valt wel mee eigenlijk. Maar het is toch hartstikke leuke plek. Dat moet gewoon blijven, dat is standaard. Ja, vind ik wel. Samenstelling om verder zo door te blijven gaan? Ik graag. Alleen Mark die gaat emigreren de volgende maand, dus die zal er nog niet meer bij zijn. Maar wie weet wat er nog gaat gebeuren, ja, misschien... Waar ga je heen, Mark? Ik ga naar Ecuador. Ja. Definitief emigreren? Definitief emigreren, ja. Dat is wel spannend. Een soort afscheidstournee dit voor jou? Zo in deze samenstelling denk ik, zoals we nu spelen vanavond, is wel de laatste keer, ja. Dat denk ik wel, ja. Komt er dan nog een verrassing uit de doos speciaal voor Mark?
Vandaag? Nou, misschien net als... Ja. Dus het kan alleen vandaag zijn dan natuurlijk, ja. Nou, daar gaan we nu even hard over nadenken. Try to record this song.